Jongens, welkom bij weer een nieuwe video en vandaag zijn we bij deel 4 aangekomen van mijn carrière en vandaag is de grote dag. We gaan eindelijk aan de slag bij een Formule 1 team en dat is dit keer Williams geworden. En we hebben voor Williams gekozen, simpelweg om de simpele reden dat dit zo'n legendarisch team is, vol met zulke legendarische coureurs uit het verleden. Deze hoort hoger te staan dan waar die nu is. En dus aan mij om Williams terug te brengen naar de top en dat gaan we samen doen. De slogan van deze hele F1 2020 carrière gaat dan vanaf nu ook zijn: Make Williams Great Again. En dat is dan ook precies wat we gaan doen. Ik heb de vorige keer wel een dom foutje gemaakt. Want ik zei dat Latifi kampioen was geworden. En dus dat we hem uit het Williams team zouden trappen. Ik heb hem per ongeluk gekozen als mijn teamgenoot. Dus helaas, sorry George Russell. Als je zit te kijken, het is niet persoonlijk. Dit was voornamelijk een foutje voor mij. Ook hebben we de moeilijkheidsgraad het opgehoogd. Dit simpelweg omdat ik al bij F2 enigszins merkte dat die iets te makkelijk stond. Ook al waren die auto's wat moeilijker te besturen dan deze Formule 1 auto's. Want deze Formule 1 auto's die blijven over het algemeen gewoon een stuk beter op de weg liggen. Gewoon meer grip, meer downforce. En dat is een stuk lekkerder om keihard mee te rachen op al deze circuits. Nu staat de eerste race voor de boeg. En dat is natuurlijk Australië. Dus laten we daar zo snel mogelijk naartoe gaan. Maar voordat we doorgaan naar Australië voor de allereerste race van het seizoen, hebben we eerst nog de car reveal. Daar is hij dan, jongens. De nieuwe Williams en ik ben blij om te zien dat de nieuwe Williams toch weer iets meer terugkeert naar die traditionele kleuren van het team. Hij lijkt natuurlijk nu wel een beetje op de AlphaTauri. Wel heel goed om te zien, want dit is nog voor de officiële launch van F1 2020. Die komt aanstaande vrijdag uit, het is nu woensdag, dat de nieuwe livery er wel gewoon in zit. Het raceweekend staat voor de deur en voordat we dus helemaal losgaan, wil ik eigenlijk nog heel even naar Research and Development. Hier zie je onze hele Research and Development skill tree. We hebben bijna 2000 resource points om uit te geven en dat gaan we dan ook zeker doen. Even een engine upgrade, heel erg belangrijk. We hebben natuurlijk een goede Mercedes motor, maar daar kan nog best wel wat aan geschroefd worden. Wat aerodynamica, daar doen we er 2 van. En hebben we nog iets voor een chassis? Nee, dat hebben we niet. Dat gaan we pas doen na het raceweekend. Great, you're done with the technician's briefing. Look, I know we've got a lot to get through in FP1, but Will Buxton's been pushing for a quick interview before you head out on track. Don't worry too much, he's a good lad. He's just over there. These media appearances are important for a few reasons. They'll help build your profile and your brand. Plus, your team will get a real boost to their motivation if they hear you praising them. Will, as promised, sorry to keep you waiting. Ah, mate, not a problem at all, not a problem. Look, we've got to be out on track in about 5 minutes for FP1, so we can only spare you a couple of minutes max. Is that going to be enough time? More than enough, we're already set up. Cool, let's go. Heel gaaf om te zien. Will Buxton is a legend. We used to seeing rookies in Formula One every year, but this season there's a youngster that's arrived with perhaps a little more interest in them than usual. And that's because while they've been successful at every level of their career from karts all the way through to Formula Two, they've somehow managed to stay pretty much under the radar. They don't have that luxury anymore though. They're in Formula One. Millions of people around the world watching their every move, both on and off. Well, Buxton weet de druk hoog op te voeren. Get to know them a little bit better. So tell us a little about yourself. What's the thing you're most excited about being here in Formula One? Becoming the best. This is the pinnacle of motorsport. If I win here, I'll achieve my dreams. After your successful junior career, you must have had a lot of interest. What drew you to sign for your current team? Dat is een dingetje. Nou, we willen vooral gewoon heel veel paardenkracht, want daarmee kunnen we best wel wat goed maken tijdens de races. Dus ik ga nu iets positiefs zeggen over de power unit. En daarmee krijgt ook de power department unit een boost, zoals eigenlijk onze Jeff
of hoe die ook heet, al eerder uitlegde. What would you say is going to be the biggest challenge for you this season? Getting orientated, you have to hit the ground running in F1. We gaan absoluut nog niet nadenken over een kampioenschap. Dat gaat zeker niet gebeuren in het eerste seizoen. Really appreciate your time, but know you're very keen to get on. Best of luck out there. Het is tijd om te kwalificeren, jongens. Dat doen we deze carrière op één manier. En dat is de one-shot qualifying. Eén ronde, één kans om een goede tijd neer te zetten. Wanneer je dat doet, dan begin je aan de race. En dat gaan we nu doen voor Australië. Ik heb al wat trainingsprogramma's afgemaakt natuurlijk. En één daarvan was qualifying pace. En die was erg slecht. Dus ik ben erg benieuwd. Ik heb die ook niet gehaald. Dus ik ben erg benieuwd hoe dat zich vertaalt naar zo'n dag als vandaag. Waarin het er echt op aankomt. We gaan het zien. Tijd om naar het circuit te gaan. Maak me geen illusies dat we de Mercedes ooit bij gaan houden. Of de Ferrari in dat geval. Maar we gaan gewoon een stinkende best doen. En dan zien we wel waar we belanden. Tijdens de qualifying pace trainingsprogramma kwam ik uit op de 20e plek. Ik hoop dat dat hier niet het geval is. Het gaat op zich nog wel aardig. Alleen de derde sector is altijd mijn zwakste hier in de game. Op Australië, laat ik het zo zeggen. De Mercedes heeft al best wel wat afstand van ons genomen. Toch wel flink wat later binnen dan Hamilton. Elfde. Daar teken ik zeker weten voor. Voor Williams is dat heel goed. And with qualifying complete, let's review our top 3 today. Waar staat onze grote vriend Nicolas Latifi? Helemaal onderaan. Okay, we zijn bijna 2 seconden sneller dan hem. Maar ook bijna 2 seconden langzamer dan Lewis Hamilton. Valt nog veel te behalen dus met de auto. Tijd om te gaan racen. Daar zijn we. Het is race day. We zijn op Elba Park. Het is mooi weer. En ik heb ongelooflijk veel zin om de Williams fans. En die zijn er, geloof me. Om die trots te maken op mijn eerste race. Hier loopt Jezus op het water. Je ziet hem staan. Ik heb geen idee waarom dit is. Het is tot nu toe nog elke keer gebeurd als je in Australië rijdt. Het zal ongetwijfeld bij de eerste de beste patch eruit gepatcht worden. Maar er loopt hier een man op het water. Elba Park. Ik vind het een redelijk vet circuit. Maar er zitten best wel wat verraderlijke punten in. Waarbij de auto echt gewoon in één keer kan verliezen. En je hele race eigenlijk overboord kan gooien. We moeten dus blijven oppassen. Kimi Räikkönen. Wat een basis ook. Altijd goed voor wat pittige quotes. Waaronder als je meer drinking days hebt dan hangover days, dan ben je prima. Onze Kimi haalt wel van de fles. Dat is geen geheim. We can't know at this point how competitive these teams are relative to each other. Sebastian Vettel van de P3. Wat een basis dat. Jammer dat hij volgend jaar bij Ferrari weggaat. Hopelijk blijft hij behouden voor de F1. Ik zou het mooi vinden als hij naar Red Bull gaat. Waarbij hij Max Verstappen kan gaan ondersteunen. Met zijn ervaring denk ik dat dat toch best wel een aanwinst kan zijn voor het team. Max
Zeker als je ziet hoeveel eisend mannen zoals Helmut Marko is. Ik vraag me af of Albon het vol kan houden naast Max Verstappen. Eigenlijk wil ook niemand naast Max Verstappen zitten op dit moment natuurlijk, maar... Sergio Perez helemaal achteraan. Ah, 10 plaatsen grip penalty. Ik heb geen idee waarom. Het is vroeg in het seizoen al. En de lichten zijn uit. Geen formation lap, dat vind ik toch best wel jammer. Gelijk alle plekken gepakt, twee zelfs. Dat is mooi, maar je ziet het nu. Oh, dat was niet de bedoeling. Je ziet nu al dat de rest redelijk snel wegrijdt. Onze auto is ook eigenlijk veel te langzaam om op deze positie te rijden, maar we gaan zien hoe lang we dit kunnen volhouden. We hebben natuurlijk de overtake button. Die gebruik ik nu. Kleine touché met Daniel Ricciardo. Niks fataals. Er valt al gelijk een groot gat met de mannen voor me. Ik kan nou nog niet echt zeggen of ik last heb van de verminderde downforce, maar... We hebben een beschadigde voorvleugel. Ik twijfel nog of ik die laat repareren bij de eerste de beste pitstop. Daar remde ik iets te laat. Dat kost me een hoop tijd. En daar komt Daniel langs haar. Okay, we've lost the position. That's us down in place. En nog geen man overboord. Dit is een uitstekende positie voor ons. Daar sneed ik iets meer af dan me lief was. Vooral dit stuk is een tricky stuk wanneer je verminderde downforce zet.
Nee, Daniel gaan we niet bij kunnen houden. Ik maak gretig gebruik van de overtake button. Maar enigszins stand te houden in deze top 10, maar... Dit is best wel een aardige trein aan het vormen achter me. Ja, ik ga het niet vast kunnen houden dit. Of er moet echt iets heel geks gebeuren, maar... Zoals je op de radar wel kan zien, is het een beetje belachelijk hoe we nu rijden, maar... die was heel slecht. Nu die batterij maar uitknijpen. Ja, dat krijg je wanneer je een langzame auto hebt. Nou moet ik zeggen, ik race ook niet fantastisch. Dus het is niet alsof ik daar heel veel goed mee maak, maar...
De bandjes beginnen nu een beetje in een rap tempo te slijten. Want je ziet me ook steeds meer en meer glijden. Dat betekent dat, dat we bij het punt aankomen dat ze redelijk op zijn. Met mannenmacht probeer ik die mensen achter me te houden, maar... Het wil nog niet echt lukken. Althans, ja, het lukt vooralsnog wel. Maar niet voor harte. Rijd maar de pit in. En laat ik er toch maar een nieuwe neus op zetten. Dat gaat me een hoop tijd kosten. Maar ik merk gewoon, die auto is niet stabiel. Dus het moet maar. We zijn wel de eerste die gaan pitten. Latifi is nog niet binnen geweest. Ja, dat duurt wel aardig lang hoor. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Het duurde 5 seconden langer. We staan nu op een 19e plek, maar de helft van de grid moet natuurlijk nog... Nog een pitstop maken. Nu gebruiken we de overtake button. Oh, ik dacht heel even dat hij daar de deur dicht gooide. Onze goede vriend Kimmy voor ons. Gelukkig pakken we weer een DRS, maar ik denk dat Perez die ook heeft. Oké, hier kom ik niet uit. Wie niet waagt, wie niet wint, zeggen ze wel. Dat was een flinke durf. Grosjean is uitgevallen. Gaan we een safety car krijgen. Hier hebben we DRS, maar dit is zo'n klein stukje. Ik wil hem bij start-finish gaan pakken. Oh, we moeten buiten doen. Nou, deze neem ik helemaal verkeerd. Dat kost me kostbare tijd.
Oh nee! Oh, de auto begon een beetje te glijden. Ik hou hem nu een beetje aan de rechterkant. Zodat onze Gasly er niet tussen kan kruipen. Ik rem daar elke keer te laat. Door ik bijna tot stilstand moet komen. Dat is echt niet chill. Hopelijk kunnen we die aansluiting nog vinden met de, met onze voorganger. Ik ben helemaal kapot trouwens, het is hier behoorlijk heet in de studio. Houden we hem weer rechts. Nou, ik denk dat ik dat gevecht naar voren echt uit mijn hoofd kan zetten. Even kijken, we moeten nog drie rondes ook. We hebben nog wat extra brandstof over, maar niet veel. Gasly die zit toch wel akelig dichtbij de hele tijd, zeg. Ah, nee. Ik moet zeggen, ik vind die MFD op die Williams niet chill. Ik kan niet goed zien in welke versnelling ik zit. En hier maak ik weer dezelfde fout die ik al de hele tijd maak. Om een of andere reden leer ik er niet van.
Ja, hij scheelt 2,5 seconden. Gaat hem niet worden. Ik zit Gasly nu iets minder dichtbij. This is your final lap of the race. We're leading our teammate by 17.8 seconds. Gewoon weg. Valtteri Bottas heeft gewonnen. De eerste race van het seizoen. Dat was in het echt dus. Oh. Ja, ja. 12e, geen punten. Ik weet niet heel goed hoe ik me hierover moet voelen, want ja, we zaten natuurlijk eerst in de punten. Driver of the day, Sergio Perez, die stond de 18e of zo. Nou ja, whatever. We stonden in de punten. Als ik mijn voorvleugel niet had laten fixen, dan hadden we waarschijnlijk punten gehad. Dus dat is zuur, dat is een slechte call van mijn kant. Maar al met al denk ik voor een eerste race dat Williams best tevreden kan zijn. We hebben in ieder geval boven hun verwachtingen gescoord, dat is altijd belangrijk natuurlijk. Nog geen podium. Het komt hopelijk later dit seizoen nog wel een keertje. Als we een keertje massa hebben met de safety car. Of dat de ontwikkeling van de auto veel, veel sneller gaat dan we denken. Maar we gaan het zien. Dit was hem jongens, dit was de eerste race in Australië. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Dan krijgen we natuurlijk nog één postmatch interview. Die gaan we uiteraard ook heel even doen. Volgens mij wel wat bumps, scratch en bruises overal. Dus daar zal ik vast wel wat over te horen krijgen. Let's see how the driver standings have changed. Kijk, 12e geworden en Latifi 19e. Omdat Grosjean dit naar finish heeft. Oké, okay, cool. 1.27.862. Ja, dan sta ik in principe wel op de plek waar dat ik hoor te staan. De fans really seem to enjoy that. You made it look easy. You really looked in control of your car out there. Your team must be thrilled. We zijn een teamplayer. Maar we willen ook natuurlijk een beetje een showman zijn. I couldn't do this without a great team behind me. It wasn't the cleanest race today, was it?
None of us wanted to be the person to back down. These things happen. Yep, helaas. Appreciate your time. Graag gedaan. Jongens, dit was de allereerste race voor ons nieuwe team Williams. Het was een eerste race met ups en downs, letterlijk. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik in elk geval wel. Ik zweem me kapot, want het is hier bijzonder warm in de studio. We hit the ground running. En nu gewoon lekker doorpakken. Volgende keer in Bahrein. Hopelijk zijn wat upgrades aan de auto af. En kunnen we ietsjes meer aansluiting vinden met die top 10. Want het doel is natuurlijk om zo snel mogelijk een keertje punten te pakken. Dat is gewoon minimaal die tiende plaats pakken. Dan hebben we 1 punt. Dat zou heel fijn zijn. Dan weten we dat we op de goede weg zitten. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan check jullie bij de volgende keer. Later!